Ja, Lucas Schoofs, ik kan me voorstellen dat dit een beetje een rare dag is voor jou. Ja, klopt. Ik ben even nog op de eerste training om afscheid te nemen van iedereen. En van de trainers, van de jongens, van het personeel. En ja, na 4 jaar hier thuis gevoeld hebben, is het een beetje afscheid. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat voor veel supporters het bericht dat jij wegging toch wel als verrassend werd beschouwd. Ja, daar kan ik inkomen. Ik denk dat ik ook niet per se de zomer ben ingegaan met het idee van ik wil absoluut een transfer maken. Of ik dacht, ja, kijk wel wat er komt. En toen is Lommel eigenlijk langsgekomen en die hebben me kunnen overtuigen van hun idee, van hun project. En terug dicht bij huis. Dus dat heeft allemaal meegespeeld en dan ben ik uiteindelijk toch overstag gegaan. Ja, want wat is het project waar zij mee bezig zijn? We gaan proberen om te promoveren dit seizoen. Dat is een absolute must. Dus ik denk vergelijkbaar met de situatie van ons vorig jaar. Dus in dat opzicht wel weer een mooie uitdaging. En ik denk uniek om eerst in Nederland en dan in België te promoveren. Dus gaan we wel ons best voor doen. Ja, en een uitdaging op bekend terrein voor jou? Ja, inderdaad. Het is mijn jeugdclub. Of toch van mijn 12 tot mijn 18 gezeten. Mijn debuut daar ook gemaakt in het profvoetbal. Dus wel heel speciaal om daar terug te zijn. En kijk er naar uit. Ja, korte terugblik nog op jouw tijd hier. Je hebt hier 4 seizoenen gespeeld. Als je nu terugkijkt naar die 4 jaar, wat blijf je dan altijd bij? Sowieso het debuut. Dat was dan wel in ADO Den Haag. Op een positie die niet echt mijn positie was, rechtsachter, omdat Tim Reukers ziek was. Dus dat blijft sowieso bij. En dan eigenlijk ook een beetje de degradatie, die op een bepaalde manier toch iets mooi had of zo van de sporters die op het veld komen en die zeiden van al gelijk van volgend jaar gaan we er weer voor. En ik denk dat ook al hoe pijnlijk het ook was, toch een mooi moment was. Maar natuurlijk vooral vorig jaar is me bijgebleven dat promotiefeest, titelfeest met supporters, met iedereen was fantastisch. Ja, als we naar jou persoonlijk kijken, waarin heb jij je dan de afgelopen jaren het meest in ontwikkeld? Ik denk dat ik vooral van voetballend het meest ontwikkeld ben. Fysiek en conditioneel waren sowieso mijn capaciteiten toen ik hier aankwam. Ik denk dat Nederlands voetbal en hier in Heracles toch wel wat aanvallend voetbal mee op dat gebied vooral heeft ontwikkeld. Ja, en als we kijken naar jouw cijfers, afgelopen jaar was je in één keer een scorende middenvelder. ik was daarvoor in België, kon ik ook wel een doelpunt maken. Maar dat was een beetje bij Frank Wormoed dan een beetje naar beneden gehaald. Omdat ik daar meer als een verdedigende middenvelder werd uitgespeeld. Nu dit jaar kon ik mij terug in een aanvallendere rol uitleven. En dat ging goed. Hoe lastig was de keuze voor jou om deze keuze te maken om nu te vertrekken? Heel lastig. Ik denk dat ik toch zeker met de promotie van vorig jaar op een heel positieve vibe zat. Of een positief gevoel zat over komend seizoen. Ik had er ook zin in. Terug in de Eredivisie. Op dit elan waar we op bezig waren verder te gaan. Soms loopt het niet zoals je denkt. Zoals ik zeg, als het een andere club was geweest, was het waarschijnlijk niet doorgegaan. Maar zo lopen die dingen. Zo is dat. Wat ga je het meeste missen hier? Het meeste? Ik denk gewoon dat alles een beetje bij elkaar raakt. De stad. Ik woon 5 minuten hier van het stadion. Ik kan zo het stad in, ik kan zo het stadion in. Alles is dichtbij. Alles is een beetje redelijk gemoedelijk vooral. Ook vorig jaar was er wel wat stress met de promotie. Maar alsnog was eigenlijk alles redelijk gemoedelijk op kantoor. En die rustige sfeer, die ga ik wel missen. Wil je nog wat tegen de supporters zeggen? Zoals ik in mijn afscheid heb geschreven. Ik ben heel dankbaar voor alle steun en waardering die ik heb gekregen. En het gaat jullie goed. En ik blijf het zeker volgen. En op naar kampioen in de Eredivisie dan.